Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloembeschikken. Ik ben Carlijn Tukes en ik leer jullie alles over bloembeschikken en vandaag gaan we een heel leuk stuk maken. We gaan namelijk aan de slag met een mooie krans en daar gaan we iets heel aparts van maken. Een tikje richting de herfst, maar ook een tikje richting de winter. Dus al een kleine sprankeling van de winter, maar heel mooi voor deze tijd. Laten we gauw beginnen! Les nou meer doen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen kan bestellen. Het complete pakket van vandaag komt op €24,99. Dus echt een leuk prijsje voor zo'n mooi stuk wat we gaan maken. Dus we gaan aan de slag. Ik heb dus al een kant-en-klare gebonden krans en een mooi onderschaal. Daar ga ik hem opleggen en daarin leggen we een stukje oase. Dan heb ik een heel mooi vet plantje. Hiervan haal ik het potgrond eraf. Dat doe ik door voorzichtig te draaien. Ik maak er wel een beetje een rotzooitje van, zie ik. En zo. En hier onderin steek ik een stok. Dat doe ik wel voorzichtig. Maar dan staat hij er mooi stevig op. En deze bevestig ik in de oase. Dan bevestig ik in de hoogte wat grasjes. En ik bevestig ook wat gedroogde lavendel. Ruikt ook gelijk super lekker. Dan gebruik ik hortensia. En deze zet ik eventjes goed op draad. Dat doe ik door hem even samen te knijpen aan de bovenkant. En ik wikkel het omheen. Dus je doet één draadje dubbel. En die steek ik weg. En dit doe ik met nog een stukje. Ik snij hem even goed schuin aan, want dat blijft belangrijk. Dan heb ik hier een superleuk pakketje met allerlei materialen. Waaronder mooie dennenappeltjes. Deze zet ik eventjes op draad. Door er een draadje doorheen te doen en daarna onderaan vast te draaien. En daartussen doe ik een beetje Tillandsia. Ook zit hier wat mos tussen. Die bevestig ik er ook een beetje tussen. En die zet ik weer vast met een krammetje. Dan heb ik hier een mooi herfstblad. Die ga ik even op draad zetten. Dat doe ik door middel van een draadje er doorheen te prikken. Je buigt hem samen en onderaan wikkel je hem eventjes vast. Zo kan je hem recht verwerken, maar je kan hem bijvoorbeeld ook buigen als je dat leuk vindt. Juist het witte blad geeft een leuk effect in je stuk. Dan gebruik ik een mooie gerbera. Omdat er oase in zit, kun je eigenlijk elk vers bloemetje gebruiken. Even goed schuin aansnijden. Als je het makkelijk vindt, even voorprikken met een stok of een stukje steel. Dat ga ik ook even doen. En
En in het midden gebruik ik deze gedroogde protea. Om dat grijze terug te laten komen gebruik ik nog een beetje Tilantia. En dat stop ik her en der een klein beetje nog tussen. Maar ook hieronder de krans. Dus ik verbind hem wat meer met de krans. En dan heb ik nog superleuke paddelstoeltjes om er wat herfst aan toe te voegen. Straks is dit natuurlijk ook heel leuk met een paar kerstballetjes. En dan heb ik hier nog een mooie pluim die je heel goed gedroogd kan gebruiken. Helemaal de lengte vind ik te lang, dus ik maak hem wat korter. En dan kan je eigenlijk beide stukken gebruiken. Steek de langere wat meer onderin. Zo creëer je ook weer diepte in je stuk. En dan heb ik hier nog weer gedroogde materialen die ik op dezelfde manier als de dennenappel op draad ga zetten. Dan heb ik een prachtige hoprank. Die steek ik er vanuit midden in. En die laat ik meelopen met de krans. En aan het eind zet ik hem vast met een krammetje. Met een krammetje in de krans. Zo. Meestal verwijder ik het blad even, omdat de hop dan echt mooi uitkomt. En het droogt ook mooi in. En dit doe ik met nog een stukje hop. Even weer met een krammetje vast. En dit doe ik ook aan de andere kant. En dit laat ik ook weer meelopen met de krans. En ook dit zet ik eventjes weer vast. En dit maakt hem net eventjes iets spannender. En zoals je ziet hebben we dan weer een heel mooi natuurlijk herfststuk gemaakt. Echt natuurlijk, dus hou je van niet echt de knalkleurige herfsttinten, dan is dit echt een stuk voor jou. Is dit nou iets voor jou en wil je graag meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit pakket kan bestellen. Dus dan krijg je het hele pakket thuis gestuurd met onderschaal, krans en alle materialen die ik heb gebruikt. We leveren door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, je kan gewoon bestellen. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Of abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle inspiratie die ik gratis met jullie deel. En dan zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!